Jullie hadden vorige keer heel veel vragen tijdens onze live Q&A. Dus wij dachten, wij gaan een nieuw filmpje opnemen. En blijf even goed doorkijken, want aan het einde van dit filmpje vertellen we hoe jij dit boek gesigneerd kan winnen. Een leuke vraag van Danielle Karati. Hey meiden, ik kan nooit een grote hoeveelheid eten in één keer. Ik zit heel snel vol. Daarom krijg ik mijn 2 uurtjes alweer honger. Hoe kan ik het als het beste aanpakken? Als ik alleen sla eet, dan kan ik met pijn en moeite een half bakje sla van de aanhaal. Ja, goede vraag, want onze porties zijn best wel groot. En dat komt met name omdat er gewoon heel veel groente in zit. En hoe meer plantaardig je gaat eten, hoe groter de porties ook mogen zijn. Omdat het gewoon minder calorieën bevat. Maar daar moet je natuurlijk wel een beetje aan wennen. Want je maag die kan optrekken. Dat is wel weer ook heel fijn, want dat is meteen eigenlijk antwoord op je vraag. Je kan het trainen. Je kan trainen om grotere porties te nemen. Ga niet in één keer dan je hele bak met groente opeten, want dan krijg je buikpijn. Maar bouw het rustig op. Ja. En het is prima om je portie door 2 te delen. Of misschien zelfs wel tot 3 te delen, als je dat nog niet gewend bent. En weet je wat ook een goede tip is? Geen water drinken tijdens het eten. Want als je water drinkt, dan zit je maag al vol. Dus dan kan er ook minder bij. Dus tijdens het eten niet drinken. Als je echt wat wilt drinken, niet meer dan 100 ml. En kleine slokjes nemen. Beter een half uur voor de maaltijd drinken of een uur erna. Volgende vraag. Die is van Sandy Huinen. Die zegt, prachtig boek. Ben er druk aan in het lezen. Kun je in plaats van ahorn ook agavesiroop gebruiken? Nou, ahornsiroop gebruiken we inderdaad best wel regelmatig in de zoete gerechten in het boek. Agavesiroop is ook zo'n zoetmiddel. Al is agavesiroop volgens mij zelfs al wat geraffineerder. Maar in ieder geval, het hoeft ook vaak wat zoeter. Het is wat zoeter, het is wat lichter van smaak dan de ahornsiroop. Maar het bevat heel veel fructose en het is... En daarom is het minder gunstig. Je kunt beter die ahornsiroop pakken. Of wat je nog meer kan gebruiken is kokosbloesemsuiker. Die is ook heel ongeraffineerd. En omdat het ongeraffineerd is, zit er dus meer voedingsstoffen nog in. En die helpen om die suikers te verteren. Sandra de Boer. Ik heb PDS en ik kan niet goed tegen ui, knoflook, prei en kolen. Hebben jullie tips of moeten de klachten hiervan overgaan? PDS, dat is inderdaad iets waar krijgen we heel veel vragen altijd over. Ons plan is super geschikt voor als je PDS hebt. Omdat we juist gaan letten op bijvoorbeeld de voedselcombinatie en de volgorde waarin je gaat eten. Waardoor die klachten al heel erg worden verholpen. Maar in het geval van die ui, knoflook, prei en kolen, dat is echt wel iets waar je darmen op reageren. Dus wat kan helpen is om ze even kort te stomen of te koken. Ja. Dus niet rauw eten. En in het begin misschien gewoon helemaal even vermijden. Ja. Kijken hoe je darmen kunnen herstellen. En dan een tijdje kan je het wel weer proberen. En heel goed om er een goede probiotica bij te slikken. En slik dan een probiotica die meerdere stammen heeft. Dus liefst ongeveer 14. Zodat je zoveel mogelijk goede darmbacteriën binnenkrijgt. En dit kan ook wel helpen. Nina Wanders. Echt super leuk om te zien. Ik heb alleen nog een vraagje. Ik wil het boek graag gaan bestellen. Alleen ben ik erg benieuwd wat het gemiddeld per week gaat kosten. Ik studeer namelijk nog. Budget tips. Ja. Want hoeveel het precies gemiddeld kost? Dat is een lastige vraag. Want het ligt natuurlijk heel erg aan naar welke winkel je gaat. Het kan ook helpen als je dingen in grote batches koopt. Dus als je in één keer een hele grote zak aardappels koopt in plaats van elke keer maar een paar. Maar goed, onze budget tips, denk aan de markt. Naar de markt gaan. Juist een beetje de groente en fruit kopen die in seizoen zijn. Ja, want groente en fruit mag je ook gewoon wisselen. Hè? Ja. Dus als je... Als er hier per se een paprika in staat en je kan hem nergens vinden, neem dan gewoon iets van tomaten of neem iets anders. En nu zijn jullie waarschijnlijk heel erg benieuwd hoe je een gesigneerd exemplaar kan winnen. Hoe doe je dat? Nou, door deze video te liken en onderin eventjes een reactie achterlaten van waarom jij een gesigneerd exemplaar zou willen hebben. Ja, we verloten er 5. Dus... Let us know. En misschien ben jij een van de lucky 5. Yay. Doei. Tot de volgende keer.